Welcome. Bienvenue. Welcome. First things first, I would like to wish you all a very happy European Cooperation Day. Indeed, today, the 21st of September, all over Europe, people are celebrating cooperation. So you see, we could not have picked a better day to invite the Two Seas community to celebrate cooperation between England, France, the Netherlands and Belgium. For this special occasion, the program authorities would like to take you on a virtual voyage throughout the Two Seas territories. The purpose of this voyage is to better understand how Interact Two Seas cooperation changes the lives of many. The Two Seas projects address a wide range of target groups which benefit from the project's achievements, from young children to elderly, from students to scientists, from policy advisors to entrepreneurs. The virtual voyage is composed of six thematic journeys. The first journey will be linked to the topic of improved knowledge and products. A second travel will highlight some examples of increased skills. The following journey will focus on carbon savings. On our fourth trip, we will look at how projects can lead to policy changes. The fifth travel will contain stories on improved services. And finally, the last journey will present great examples of improved climate resilience. After each journey, we will take a short time to debrief together with a key member of the Two Seas community. And these people will comment on the thematic journey and present additional reflections. Before we start our travel, I would like to briefly explain a simple housekeeping rule for today's event. You may have noticed that your camera and microphone cannot be turned on during this event. This is not because we would not like to hear from you. On the contrary, we would be very much interested in finding out what you think of today's voyage and whether you might have questions about the projects and their achievements. That's why we would like to invite you to feedback on today's event via the Two Seas Virtual Voyage Survey, which will be sent to you shortly after the event. We look forward to receiving your reactions and we will make sure to provide you with answers to your questions in due time. So, we're almost ready to set sail for the first journey, but please allow me to express our sincere thanks to all who have contributed to this adventure. Representatives from projects, member states, the managing authority and the joint secretariat. This voyage is a result of joint efforts and demonstrates once more the cooperation spirit of the Two Seas community. Now it is time to buckle up and kick off for the first journey, which will focus on three Interact Two Seas projects that have contributed to improved knowledge and products in our region. This journey will take us to The Hague, Lille and Brighton. Enjoy the trip! All over the Two Seas region, people have benefited from improved knowledge and products generated through cross-border cooperation. Let's start our virtual voyage and have a look at some remarkable examples. Bon voyage! Mijn naam is Marcel Kleijsen van de Grondstoffenfiets. Ik ben betrokken bij het Plastic City project in Den Haag. En het Plastic City project gaat om de lokale plastic kringloop te stimuleren in de stad. Plastic wordt op de fiets ingezameld en vervolgens worden van die plastics weer nieuwe producten gemaakt. Voor dit project hebben we een hele gave fiets ontwikkeld die maar liefst 7 kuub aan plastics in kan zamelen. Door middel van een pers in de fiets. Die maakt de zakken plastic heel klein, zodat we toch op een behoorlijk grote schaal plastic mee kunnen nemen op een zo duurzaam mogelijke manier. Bij dit project is er ontzettend veel enthousiasme van ondernemers. Want ondernemers hebben veel plastics en vinden het over het algemeen heel erg belangrijk dat daar wat goeds mee wordt gedaan. En het Plastic City project voorziet daarin. Dat zorgt dat van die plastics, dat die niet alleen maar worden gescheiden, maar dat ze ook worden gewassen en dat er weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Het lokaal. Voor de stad is er ook ontzettend veel voordeel dat er dit Plastic City project er is. Want door dit project gaan er eigenlijk heel veel mensen bezig met het scheiden van plastic. En dat werkt goed voor het totale bewustzijn van het scheiden van je afval.
En daarnaast voorziet het project ook dat we ontzettend veel mooie plastic producten weer maken van gerecycled materiaal. Waar de mensen ook echt wel wat aan hebben. Dus ik ben echt blij om betrokken te zijn bij het Plastic City project. Doesn't this electric bike look fantastic? Let's jump on board and continue our journey to Lille. We have an appointment with Rojdi Merzouki, who is in charge of the COBRA project, delivering a new medical robot for localized cancer treatment. Bonjour, Rojdi Merzouki, je suis professeur à l'Université de Lille et je coordonne le projet COBRA. Ce projet collaboratif, financé par le programme européen Interreg des deux mers, fait cohabiter plusieurs partenaires de trois régions européennes, à savoir le Royaume-Uni, la France et la Hollande. À travers ce projet, un prototype de robot de nouvelle génération qu'on voit en face de nous a été réalisé afin de gérer de façon automatique du diagnostic et du traitement localisé des cancers sous un environnement d'imagerie IRM. L'avantage de ce projet est que on souhaite réduire le gap entre l'accessibilité aux nouvelles technologies pour le traitement localisé des cancers dans la région des deux mers. Ce projet aussi a comme objectif d'attirer plus de praticiens à utiliser de la robotique collaborative pour des soins médicaux dans la thérapie clinique. Enfin, ce projet permet d'améliorer la qualité de vie des patients et réduire la mortalité en présence des cancers localisés. Actuellement, le projet progresse positivement et le concept du robot déjà réalisé arrive à un niveau de maturation de niveau 5 sur une échelle de 8. On souhaite d'ici la fin de l'année 2021, on atteindra un niveau de maturation de 6 après avoir réalisé des essais cliniques sur des animaux de laboratoire. Hospitals play an important role in many 2C's projects. Of course, they cannot make it all happen by themselves. They need scientific knowledge to improve their products and services. Let's have a look across the channel and meet the University of Brighton. Hello, my name is Rachel Force. I'm a senior lecturer at the University of Brighton and was part of the Derma team. Our aim was to produce dressing prototypes and produce them to the point of handing them over to industry to bring to market. Our two aims at the Derma project were to produce odour absorbent dressings and also to produce a colour change dressing in response to bacteria. The change dressing, I think, is going to be a real game changer. Currently, when we're managing wounds and wound infection, there are no products on the market that can manage with identifying increased wound infection. Derma managed to produce a dressing which can change colour in the presence of increasing numbers of bacteria, and this needs further calibration and adoption by industry to take it further. The significance of this is it would help clinicians identify a wound environment and find information that the wound situation is changing and we need to start antibiotics or antimicrobials earlier. It can also really help the patient's peace of mind, because when they're at home and they can't see a dressing, they worry about these things. And a dressing which changes colour in response to infection would really allow them to seek the help they need in a timely manner and prevent hospital admissions, infections, prolonged antibiotics, even amputation and loss of life. So I've found working with the Derma Consortium a fabulous experience, and their achievements for these dressing products has been wonderful. That's it for the first part of our virtual voyage. We hope that these stories will also encourage you to start or to continue working across borders to improve knowledge and products within the 2Cs region. Sustainable collection of lost plastics
robots for cancer treatments, smart dressings for better treatment of wounds, a nice buffet of benefits offered by 2C's cooperation. Let's invite our first member of the 2C's community to share a comment on this first journey. I would like to introduce you to Noel Farrell, who is the European Commission's desk officer for the 2C's program. Let's find out what he thought about this journey. Plasticity, COBRA, and DERMA are three concrete examples of how interreg and cross-border cooperation can boost the development of knowledge and products. The Plasticity partners, for example, have been able to develop face shields from plastic waste. This has been highly appreciated by the Haga Hospital in The Hague, especially at the height of the COVID pandemic. The new and potentially life-saving medical robot prototype developed by COBRA partners for use in an MRI imaging environment demonstrates the added value of cross-border cooperation. The prototype is the result of bringing together expertise from different corners of the 2C's area. The same also applies to DERMA dressings. Just imagine the benefits that these dressings can provide to patients and healthcare professionals. Greater comfort and lower costs for patients, improved diagnosis and better follow-up for medical professionals who can decide in real time on the opportunity or otherwise of applying or of administering antimicrobials. Thank you very much, Noel. And that brings us to our second journey, where we will meet project representatives from Melle, a Flemish town, Breda in the Netherlands, and Fiok, a nice little village in Cornwall. These projects aim at strengthening people's skills and competencies. All over the 2C's region, cross-border cooperation projects have led to increased skills among 2C citizens. Let's start our virtual voyage and have a look at some remarkable examples. Bon voyage! Mijn naam is Geert van Rooyen. Ik werk als onderzoeker op het ILVO, Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. En ik werk mee aan het Valgrijs project, waar we eigenlijk als hoofddoel hebben om algen te gaan integreren in het Europees dieet. Omdat smaak voor ons een belangrijke factor is in het appreciëren van het appreciëren van nieuwe voedingsproducten. Om dit te bewerkstelligen werd er eigenlijk een expertenpanel opgeleid. Dat zijn eigenlijk mensen die op een objectieve manier smaken en geuren kunnen identificeren die gelinkt zijn met algen en microalgen. Die mensen die in dat panel zitten, die zijn opgeleid en geselecteerd op basis van een hele reeks opleidingssessies. Dat gaat over testen van basissmaken, drempelwaardetesten, geurherkenning en herinneringstesten. Sessies waarbij ze descriptoren ontwikkelen voor die producten te gaan beschrijven. En dan in een laatste deel van een opleiding gaan ze eigenlijk die descriptoren leren op een objectieve manier te gaan beoordelen. We proberen ook de link te leggen met de samenstelling. Dus die smaakprofielen die opgemaakt worden door die experten, proberen we te linken aan de samenstelling van die algen. Dat is dan interessant voor enerzijds de algenproducenten, die op die manier kunnen hun kweek- of cultivatieomstandigheden kunnen gaan optimaliseren of afstemmen om een bepaalde alg met een smaakprofiel, een bepaald gewenst smaakprofiel te gaan maken. Maar ook de producenten van voeding en productontwikkelaars, die kunnen aan de slag met die smaakprofielen om eigenlijk producten te gaan ontwikkelen met een gewenst smaakprofiel. En dan heb je natuurlijk ook de consumenten. Die gaan daar natuurlijk ook goed bij varen, omdat er natuurlijk alternatieve, gezonde, meer duurzame en lekkere voeding op de markt gaat komen. Duurzaam omdat we eigenlijk werken met algen die lokaal geproduceerd zijn.
gezond, omdat we bijvoorbeeld met die algen bouillons die laag in zoutgehalte zijn kunnen maken, maar die wel die zoute smaak hebben. En dan bijvoorbeeld, wat ook interessant is voor mensen die enkel vegetarische of veganistische producten willen consumeren, kunnen deze algen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld alternatieven te ontwikkelen voor zeevruchten en bakkerij. Our second stop on this journey takes us to Breda in the Netherlands. There we will meet a teacher from Avans University of Applied Sciences. She uses teaches modules on the application of circular economy in the building sector. The educational material was developed by partners of the CBCI project. Mijn naam is Lidwien Jacobs, ik ben onderzoeker en docent bij Avans Hogeschool. Onderzoeker in het CBCI-project en een van de outputs is daar vooral om mooi onderwijsmateriaal te maken vanuit de inzichten die CBCI ons levert. Daar zijn we volop mee bezig, want CBCI levert ons als hogeschool inspiratie en inhoud om ons curriculum te verrijken, zodat we onze studenten goed opleiden voor circulair biobased bouwen. De onvermijdelijke toekomst van het bouwen. Studenten brengen tijdens hun studie de nieuwste inzichten ook mee naar de bureaus en de aannemers waar zij praktijkopdrachten doen. En natuurlijk ook na het afloop van hun studie nemen zij die kennis mee het veld in. Op dit moment doen wij kleine pilots in het onderwijs, waarbij we een circulair biobased opdracht laten onderzoeken door groepen studenten. Dat gebeurt in Bath, in Leuven en bij Avans. Voor elke onderwijscontext is er een aparte opdracht. Immers, het signatuur van elke opleiding verschilt. Studenten hebben verschillende basisvakken. We moeten inspelen op de studies zelf. Naarmate wij verder zijn in dit project, kunnen we meer bevindingen uit CBCI rondom business cases, procurement en rules and regulation meegeven aan onze studenten en wordt onze impact in de regio groter. Ik noem u de studenten, maar we creëren ook grote meerwaarde door met de docenten de nieuwste inzichten door te nemen die CBCI heeft opgeleverd. Conventionele bouwmethoden zullen plaatsmaken voor nieuwe techniek en daarin zijn docenten de sleutel als het om education gaat. En het is fantastisch dat die inzichten van CBCI gevalideerd zijn en nog steeds gevalideerd worden in de vele workshops met experts in het veld. Die workshops waren om te valideren, maar zijn in wezen zelf al een vorm van educatie geweest. Een blijvende impact van CBCI op ons onderwijs is de gecreëerde experimenteerruimte met biobased materialen in een field lab. Hands-on bezig zijn met uiteenlopende biobased materialen. Dit is echt een verlegging van de focus. Zo stroomt straks een nieuwe generatie de arbeidsmarkt op. Let's set sail now for Fiock, a civil parish in Cornwall, England, and have a look at the HARE project. HARE stands for Healthy Aging Through Innovation in Rural Areas. Thanks to this project, over 150 volunteers in Fiock have been trained to help fellow villagers and as such contribute to the well-being of the community. Hello, my name's Sue, and I joined the HARE project as a volunteer to help and support people in my local community. I took part in a training session delivered by the HARE team at Fiock Parish Council, supported by the University of Exeter. With the input of staff and volunteers, HARE has brought help to Fiock Parish to develop and test systems that empower and enable older people in rural areas. Through the support of voluntary, private and public sectors, we're developing solutions to reduce loneliness and improve the quality of life, health and well-being based on the needs and wants of our community. Staff at Fiock Parish Council, along with the 10 HARE volunteers, have so far achieved more than 77 in-depth conversations, 4 group sessions with older residents, creation of a useful signposting directory, IT support to local residents helping to get online and access services, time to chat with people, creation of a new virtual club for residents to keep in touch with what's on, and creation of a well-being notice board. Considering the challenging period in the past year and a half, the team has been given great feedback on our efforts and progress. Fiock Parish Council has been nominated by our local MP for the Star Council of the Year Award. HARE has been a benefit to the elderly suffering from isolation by providing support through council services and helping to connect people so that those in need feel part of the community. We are currently in the process of carrying out several community events to provide feedback from our research so far
and to incorporate a brainstorming activity where we create new ideas to help fix the problems we have learned. Hair has helped and will continue to help make a big difference to the people of Fiore Parish. That's it for our journey focusing on increased skills as a result of Interact 2C's projects. We hope that these stories will also encourage you to start or to continue working across borders to make the 2C's region an excellently skilled region. So now you understand that the 2C's program does not only invest in knowledge and products, but also in human capital. Preparing people for current and future society needs is a key aspect of 2C's cooperation. But what is now the added value of working together across borders to increase people's skills? Let's hear it from Elise Batin from Artevelde University of Applied Sciences in Ghent. Elise is a teacher, researcher and project manager of the I Know How project. This project facilitates people who receive a diagnosis of cancer to remain or return to work. I Know How is een Interreg-project waarbij dat we samenwerken vanuit Vlaanderen met de regio rond Rijssel in Frankrijk, Zeeland in Nederland en ook de regio rond Zuid-Engeland. En het doel van I Know How is eigenlijk om mensen te ondersteunen die de diagnose van kanker gekregen hebben om zo vlot als mogelijk terug aan het werk te gaan. Als onderzoeksinstelling nemen wij zo'n beetje de lead in het procesmatige. En de focus van een Interreg-project is natuurlijk dat het heel praktijkgericht is. Dus we willen eigenlijk van bij de start echt voeling krijgen met onze doelgroep. En dat doen we door middel van co-creatiesessies. Voor sommige partners was dat de eerste keer dat ze zo'n sessie organiseerden. Vandaar dat dat wel fijn is als je kunt beroep doen op de expertise van een van de partners die daar dan zowel ondersteuning rond kan bieden. Maar we merken ook van ene keer dat ze daarin vertrokken zijn, dat dat heel goed vooruit gaat en dat je vooral veel meer tempo kunt maken. Dus nu doen we op dit moment eigenlijk ook creatiesessies in de 4 verschillende regio's op hetzelfde moment. Dan koppelen we altijd terug naar elkaar, we halen daar de kernbevindingen uit. We zoeken ook van waar moeten we misschien nog wat meer op inzoomen. Dan gaan we naar de volgende loop van co-creatiesessies. En op die manier kunnen we echt tempo maken en iedere keer onze prototypes gaan bijsturen om tot een beter resultaat te komen. Het is ook zo dat we wel geïnspireerd worden door elkaar. Want bijvoorbeeld in een pilootfase in Engeland hebben zij hun opleiding voor jobcoaches eigenlijk gegeven aan vrijwilligers. Dat is uit noodzaak, omdat de situatie daar helemaal anders is. De situatie in België is verschillend. Wij zitten meer in een luxe positie. Er waren al jobcoaches actief bij ons. Maar we merken vanuit alle gesprekken dat de mensen niet altijd de stap zetten naar die gespecialiseerde jobcoach. De drempel is een beetje te hoog. Dus vanuit de ervaring uit de andere regio's zijn we gaan kijken van waarom gaan we eigenlijk niet vroeger in het traject een rol gaan spelen? Dus we zijn gaan kijken, wie zit er al in dat traject? Sowieso de oncologische verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar ook de sociaal werkers. En we zijn eigenlijk aan het kijken om hen een opleiding rond jobcoaching te geven, zodat zij de mensen kunnen meenemen in dat verhaal. Maar niet enkel die professionals, ook vrijwilligers. In Vlaanderen heb je heel veel inloophuizen, dus ook aan hen gaan we aanbieden. En dat is eigenlijk een beetje gekomen vanuit die good practice van Engeland. Naar de toekomst toe is het zo dat we ook wel alle resultaten gaan verankeren in ons opleidingsaanbod. We hebben natuurlijk heel wat bacheloropleidingen voor studenten, zowel ergotherapie, sociaal werk, ook een specifieke BANABA-oncologie. Dus we gaan dat zeker meegeven aan de studenten, zodat we die professionals, eigenlijk de nieuwe professionals, ons gedachtegoed meegeven. Dat zij eigenlijk op de arbeidsmarkt komen met die basisskills al voorhanden. En daarnaast gaan we hen eigenlijk ook betrekken bij ons project. Dus we gaan een aantal laatstejaars betrekken bij een aantal subdeeltjes van I Know How. En via hun bachelorproject kunnen ze dan ook een bijdrage leveren aan het geheel. Wat heel fijn is voor hen om deel uit te maken van zo'n groot internationaal project. Het gaat niet enkel over ons opleidingsaanbod, maar we hebben natuurlijk ook een bijscholingsaanbod. In Artevelde heet dat Artevelde Academy en dat is eigenlijk bedoeld voor het werkveld.
Er bestaan al een aantal opleidingen, zoals bijvoorbeeld Supported Employment, maar die gaan we nu een upgrade geven op basis van de inzichten vanuit iKnowHow. En het is ook zo dat een van onze projectpartners mee die module gaat organiseren en ook als lesgever betrokken zal worden. Dus dat is fijn om die samenwerking die we nu hebben opgebouwd via iKnowHow ook te kunnen continueren in de toekomst, ook op de langere termijn. Maar het gaat ook over nieuw aanbod. We zijn nu al 4 jaar bezig met toe te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt. En of dat dan nu gaat over mensen met kanker of over een andere langdurige ziekte, veel van die principes zijn eigenlijk hetzelfde. Vandaar dat we dat nu eigenlijk in een vast vormingsaanbod willen gieten, maar ook een vormingsaanbod op maat, op basis van wat we geleerd hebben in iKnowHow. Thank you very much, Elise, and we wish you, of course, the best of luck with the further implementation of iKnowHow. Now it is time to switch our focus to a series of projects that relate to carbon savings. On our third journey, we will discover what the project PEX brought to the beautiful marina of Hellevoetsluis in the Netherlands. We will then continue our trip to Ostend, where you will learn the principles of the AAA project and how these can help cities in reducing the carbon footprints of households. And we will finish this journey in Hastings, a key area of the SHINE project, which aims to reduce carbon emissions in residential dwellings. SHINE is bottom-up driven because the impact of joint renovations is bigger by engaging a whole community. All over the Two Seas region, cross-border cooperation projects have led to carbon savings. Let's start our virtual voyage and have a look at some remarkable examples. Bon voyage! Ik ben Flo Baan, ik werk bij de gemeente Hellevoetsluis als duurzaamheidsadviseur. En ik hou me vooral bezig met de energietransitie. Nou, wij als gemeente Hellevoetsluis hebben deelgenomen aan het PEX-project omdat het heel goed aansluit bij de doelstellingen die we zelf hebben geformuleerd in onze routekaart Duurzaam Voorne Putten 2040. Samen met de buurgemeente Brielen, West-Voorne en Issewaard hebben we doelstellingen opgeschreven om in 2040 energie-neutraal te worden. De havens hebben we specifiek uitgekozen omdat Hellevoetsluis de grootste watersportgemeente van Nederland is. Als gemeente hebben we met het PEX-project meegedaan met vooral kleine windmolens en drijvende zonnepanelen. De keuze hierop is gevallen omdat dit heel goed aansluit bij de mogelijkheden voor kleine havens en vooral watersporthavens. En omdat het toch redelijk innovatief is. Van dit project profiteren uiteraard in eerste instantie natuurlijk de watersportverenigingen. Die krijgen immers de stroom die wordt opgewekt met de drijvende zonnepanelen en de kleine windmolens. Daarnaast is het voor ons als gemeente natuurlijk ook heel zinvol. We doen ervaring op met deze innovatieve technieken. En niet alleen via vergunningaanvragen en het verlenen van die vergunningen, maar ook met allerlei praktische zaken doen we ervaring op. Denk aan de verzekering van de drijvende panelen tegen losraken en het beschadigen van boten. Waar we bijvoorbeeld ook aan moeten denken is de veiligheid van die kleine windmolens. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat er gewoon hekken omheen moesten om de veiligheid te kunnen garanderen van onder andere kleine kinderen. En het is gewoon heel zinvol om met dit soort innovatieve technieken aan de slag te gaan om te kijken of we het kunnen uitrollen voor de verdere energietransitie van de hele gemeente. Ondanks dat de windmolens nu nog een beetje te duur zijn, zijn het wel heel mooie PR-middelen. Niet alleen voor de gemeente, maar bijvoorbeeld ook voor watersportverenigingen of andere organisaties die deze installaties plaatsen. Al met al is het PEX-project heel zinvol geweest voor ons. We hebben er heel veel van geleerd en de impact van dit project zal vooral in de toekomst liggen. Met de verdere uitrol naar andere gebieden en ook andere organisaties. Our next visit takes us to Flanders, where we will learn how Ostend follows the AAA principles to adopt low-carbon technologies. The city encourages energy-efficient home renovations by focusing on awareness, access, and adaptation. Ik ben Bart van Kamp. Ik ben directeur van een gemeentebedrijf van stad Ostende.
Onze enigste doelstelling met het gemeentebedrijf is om zo maximaal mogelijk de CO2 te reduceren in Oostende en om energiearmoede aan te pakken op ons grondgebied. Wij zijn een van de partners binnen AAA. AAA staat voor Awareness, Adoption and Access. Het is de bedoeling om de renovatiegraad bij particulieren te verhogen door een betere bewustwording van het feit dat de woning niet goed gerenoveerd is. En willen we hen aansporen om effectief over te gaan tot actie. De renovatiegraad in Vlaanderen die moet dringend de hoogte in. Niet alleen in Vlaanderen, maar vermoedelijk ook in heel Europa. Maar ook zeker in Oostende. Willen wij de Europese doelstellingen behalen, dan zal toch echt een stevig tandje mogen bijgestoken worden. Dankzij AAA hebben we goed in kaart kunnen brengen wat de drivers zijn van de burgers om te renoveren. En we hebben ook goed in kaart kunnen brengen hoe eigenlijk de volledige klantenreis eruit ziet van start van idee tot het renoveren tot en met oplevering van de werken. Een hele reeks oplossingen werden aangereikt dankzij onze Europese partners. Zo hebben we onder andere een webportal ingericht waarmee we ervaringen willen uitwisselen tussen burgers. Dus een soort platform, een web-based platform, waarbij de burgers andere burgers kunnen overtuigen en hun ervaringen kunnen achterlaten met betrekking tot energetisch. We hebben een mobiel pop-up kantoor ingericht. We hebben vastgesteld dat we niet laagdrempelig genoeg zijn. Dus we hebben eigenlijk vastgesteld dat het niet slecht zou zijn om met ons kantoor naar de burgers te gaan. Vandaar dat we eigenlijk een mobiel kantoor, een soort van container hebben ingericht, waarmee wij naar de wijken kunnen gaan en op die manier gemakkelijker in contact kunnen komen met de burgers. We hebben slimme kamerthermostaten geplaatst. Met een slimme kamerthermostaat kunnen burgers gemakkelijker hun verwarmingsinstallatie inregelen van op afstand. Met de gsm. Door het feit dat het gemakkelijker is om in te regelen, gaan mensen ook gemakkelijker de installatie correct inregelen en op die manier gaat ook het verbruik zakken. Het heeft uiteraard een hele reeks van voordelen om te renoveren. Het is uiteraard in eerste instantie ook goed voor het klimaat. We halen daarmee onze klimaatdoelstellingen. Maar daarnaast is het ook veel gezonder voor de gezinnen om in een gezond binnenklimaat te kunnen vertoeven. De luchtkwaliteit, de vochtigheidsgraad enzovoort, die gaat daar toch drastisch mee verbeterd worden. Verder heb je natuurlijk een verlaging van je energiefactuur en de waarde van je woning zal zeker stijgen na die renovatie. Dus eigenlijk zijn er alleen maar winsten te boeken door uw woning doorgedreven te renoveren. Another 2C's project that strongly contributes to the EU's climate ambitions is SHINE. One of the partners is Citizens Advice 1066. This Hastings-based organization engages with vulnerable residents in deprived neighborhoods. I'm Tracy Dighton. I'm the Chief Officer at Citizens Advice 1066, and we took part in the SHINE project in Hastings. And our part of the project was about developing processes and tools to encourage the local residents living in this area to be encouraged to reduce their carbon emissions within their households. We did that in several ways. We created a website. We provided more than 500 sessions of energy advice. And what I can tell you is that simple measures for energy advice, such as shower timers, are really popular with parents and people learning about using the correct amount of water in kettles and for hot drinks and to cook their food, really cuts through with people. We work with the local authority here in Hastings to retrofit a block of flat with lots of energy efficiency measures and behavioural change advice for those residents. And the residents were on low incomes and they have many health issues. And beforehand, the flats were really cold and really expensive to run. And afterwards, the change to how people could live their lives was remarkable. People felt warm for the first time. They could have warm showers. They told us about being able to have their friends over for coffee. And working with an academic from one of the local universities,
there were statistical significant changes in people's health and well-being. There have been wider benefits of the SHINE project in our region. We saw systems and processes and materials embedded here in Hastings, which we've taken out to the wider area of East Sussex and created projects to help people increase their uptake of energy efficiency measures, both for people who are living in fuel poverty and people able to pay for those measures. And we've also been training people from other parts of the UK to be able to do this as well. So from a small project here in Hastings, we've had a really significant ecological and economic impact further afield. That's it for our journey focusing on carbon savings as a result of Interreg 2Cs projects. We hope that these stories will also encourage you to start or to continue working across borders to make the 2Cs region a carbon neutral region. Even though these good examples clearly demonstrate benefits for the 2Cs region, we need to overcome many more obstacles on our way to a healthier environment. Eliane Métraux works for ADEME, which is the French Agency for Ecological Transition, and was happy to shine her light on these challenges that are still ahead. La lutte contre le changement climatique et contre la dégradation des ressources nécessite des transitions rapides et profondes dans tous les domaines, qu'on soit au niveau de l'alimentaire, de l'usage des sols, de l'énergie, des systèmes urbains, des modes de consommation. Alors, même s'il ne s'agit pas de l'enjeu unique, le changement technologique est un important catalyseur de ces transformations. Il va se décliner sur des objets très divers, qu'il s'agisse du développement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique dans les procédés industriels, de la motorisation hybride. Donc, la massification de ces technologies va présenter des freins qui vont forcément être très différents selon le secteur dans lequel ces technologies vont être introduites, selon leur durée de vie, selon leur stade de développement. Ainsi, on va avoir des freins très, très différents lorsqu'on introduit une technologie aussi spécifique que des hauts fourneaux dans l'industrie ou que des pompes à chaleur à haute performance énergétique dans un secteur aussi diffus que le secteur tertiaire. Cependant, on peut toutefois identifier des freins communs, l'un des premiers étant le coût de ces technologies bas carbone qui est généralement plus élevé que les solutions classiques, tant au niveau du coût d'achat, donc au niveau de l'investissement, qu'au niveau du fonctionnement. Ainsi, le coût de la biomasse, par exemple, pour une chaudière, est généralement plus élevé que le coût des combustibles fossiles. Ainsi, ça nécessite au niveau de l'État que l'on propose des mécanismes qui encouragent l'introduction de ces technologies, comme des aides d'État, des bonus, et au contraire, des mécanismes qui vont pénaliser les énergies carbonées. Autre nécessité, il faut que ces technologies répondent à des besoins, soient en adéquation avec le besoin des secteurs. Ainsi, par exemple, dans l'industrie, il faut que ces technologies garantissent des produits qui soient d'une qualité similaire. Dans la mobilité, il ne s'agit pas forcément de garantir un déplacement, mais de garantir une meilleure autonomie au regard des déplacements qui sont envisagés. Et donc ça pose forcément, dans un monde qui tend vers une plus forte décarbonation, ça pose forcément la question de l'évolution des usages. Une technologie, elle s'inscrit dans un contexte. Et donc, la généralisation de ces technologies bas carbone, elle va dépendre de facteurs qui sont forcément pas technologiques, de facteurs non technologiques, comme les infrastructures et les comportements. En effet, infrastructures et comportements vont conditionner la faisabilité de ces différentes options technologiques. Par exemple, un mode d'urbanisation plus dense, il va favoriser l'introduction de transports bas carbone et non motorisés. La réduction du gaspillage alimentaire, quant à elle, elle va vraiment dépendre de changements de comportement qui ont lieu tout au long de la chaîne alimentaire, du producteur en passant par le distributeur jusqu'au consommateur.
Ainsi, la transition écologique, elle ne peut pas être que technologique. L'action doit forcément être plus large. L'ADEME, elle va chercher à soutenir le développement de technologies bas carbone tout en agissant sur l'environnement qui les accueille et sur les modes de vie. Et pour cela, bien sûr, elle n'agit pas seule. Et on a trois grandes échelles globales d'intervention. D'abord, la filière économique, de l'approvisionnement jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au consommateur, le territoire et également le transfrontalier, parce que dans tous les défis que je viens d'évoquer, ces défis dépassent les frontières, évidemment, et la coopération européenne, qui est rendue possible à travers des programmes comme Interreg, c'est un très important levier pour le déploiement de ces technologies bas carbone. Thank you, Eliane. Developing a common understanding of the barriers you have discussed is essential to initiate or to continue cross-border cooperation, since this helps to find joint solutions to shared challenges. Time now for our next journey. What is the link between Two Seas cooperation and policymaking? Let's find out together how the projects Sumaris, Pro Water and Speed seek to inspire policy officers and decision makers in our region and beyond. All over the Two Seas region, cross-border cooperation projects have inspired many organizations, which in some cases has led to important policy changes. Let's start our virtual voyage and have a look at some remarkable examples of policy influence. Bon voyage! Je m'appelle Thierry Missonnier, je suis directeur d'un certain nombre d'années d'une organisation de producteurs à la pêche qui s'appelle le FROMNOR. Le projet Sumaris, il est né d'une contrainte au niveau quota au sein de l'organisation de producteurs sur une espèce, qui est l'espèce face. Des espèces, mais une contrainte finalement sur une espèce globalisée raie, et en particulier sur la raie brunette, qu'en fait on pêche pas du tout dans les mers, ou pratiquement pas. Et donc les organisations de producteurs sont venues imposer des limitations drastiques de quotas sur cette espèce, sur les raies en général. Et donc on a jugé à ce moment-là qu'il était nécessaire d'entreprendre quelque chose pour mieux comprendre ce que sont les différentes espèces de raies, comment elles sont pêchées, où elles sont pêchées, etc., pour apporter un complément en fait scientifique et pour avoir des quotas qui pourraient être différenciés selon les espèces de raies, les zones, les périodes de l'année, etc. Donc c'est de ça qu'est née la nécessité de Sumaris, c'est de mieux comprendre cette espèce-là et de voir comment on pouvait ensuite faire remonter ces informations-là pour essayer de changer les décisions qui avaient été prises, de limitation de quotas en particulier. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans un projet Interreg, parce que c'est un projet qui concernait évidemment la Manche et le sud de la mer du Nord. Et donc, c'est pour ça que dans ce projet ont été associés les Britanniques, enfin, tous ceux qui pêchent dans ces eaux-là, quoi. Les Britanniques, les Belges, les Néerlandais et les Français avec l'organisation de qui a eu le pilotage de ces données. Donc l'objectif, c'est déjà de faire un état des lieux, de croiser nos données, de faire un atlas des espèces de raies, d'essayer de voir quel était leur âge moyen, quels étaient les sites de reproduction, et ensuite de faire remonter toutes ces données au niveau des instances qui servent à prendre la décision au sein de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que les travaux ont été régulièrement remontés auprès du North Sea Advisory Council et présentés au CIEM pour qu'ils puissent les intégrer dans leurs décisions futures. Alors, on ne mesure pas encore toutes les conséquences de ce travail-là au niveau des quotas. Il y en a une première qui a eu un intérêt pour les professionnels, c'est que dans le cadre de la réglementation sur l'obligation de débarquement, l'exemption pour les raies a pu être maintenue, elle existait, mais elle était remise en balance. Elle a pu être maintenue et donc les professionnels peuvent rejeter les raies qui arrivent à vivantes sur
l'avenir. Et ça, c'est grâce au travail qui a été fait en collaboration avec Musica, où on a pu tester la survie des raies pêchées ramenées par les navires, transférées dans les bassins de Musica. On a pu voir qu'il y avait un problème de survie. Et l'autre intérêt, c'était de pouvoir présenter ces travaux-là et de communiquer dessus. Et maintenant, on va essayer de voir comment on peut continuer sur la même lancée. That is great news for our fishing sector, isn't it? Let's continue our journey to Flanders and learn how the ProWater project aims to influence climate resilience policies by promoting ecosystem-based adaptation measures in response to droughts and extreme precipitation events. I'm Dr. Jan Staes. I work at the University of Antwerp since 2002. And I'm specialized especially in ecosystem services, climate adaptation, spatial modeling. And for this, the ProWater project. ProWater project is a project that really aims to increase natural resilience of the water system through ecosystem-based adaptation measures, so nature-based solutions that we implement in landscapes, at catchments, and really we want to implement those measures at really the hot spots in the landscape where we can really promote infiltration and retention. So the idea is that we store all this water in the soil, in the system, so that it can be, that we can keep it in the system, that we can use that water when there is a drought, that we then have natural water availability. So we developed a spatial prioritization tool for ecosystem-based adaptation measures. And so we really wanted to make a map of the landscape of a catchment where you can really see where should I preferably implement measures that promote infiltration, or where should I stop draining land, that we can really see where you should do it, and that we select, that we invest our efforts, our money in the most effective zones in the landscape. Randomly implementing measures is usually not very effective, so we really want to target all policy efforts to specific locations. We've developed this spatial prioritization map first, actually for our pilot study areas, our investment sites, because, well, we were still struggling to find good data at EU scale. So we developed these maps for our investment sites. And then we saw that it also gained a lot of attention by local policymakers, spatial planners, people who wanted to work with those maps in really already in the development stage, already work with those maps to draw up plans, to improve their plans. And now today we have that same map. We have developed it now for the whole Two Seas area, and we're looking for opportunities to publish that map on a web viewer, on some international platform, so that it becomes available for the whole Two Seas region. We do not need to travel far to reach our final destination of this virtual voyage. As an observer partner of the SPEED project, the Port of Antwerp is well positioned to discuss the impact on the port's ambitions to adopt smart technologies and, as such, prepare for the future. Hello, everybody. I'm Piet Opstalen, Innovation Enablement Manager for the Port of Antwerp. Normally, I'm a cool lover of big European projects, but let's say SPEED is for sure an exception on that. And it's for a couple of reasons. As Port of Antwerp, we are an observing partner, but I think there were some very interesting discussions in the last years, in the last months, and also some very concrete results. I think two aspects. First, discussing and brainstorming on smart ports, because it's anyhow still a new concept.
What does it mean? How can we cooperate? I think these are very important aspects of the project. But also something I personally very strong believer in is how do you build and connect ecosystems? And I think with the Speed project also there, a lot of progress has been made between ports and in France, UK, Netherlands and Belgium. So that was very nice to see that. But I think one of the very concrete, and actually I use it also in other discussions and presentation, is to have a very good definition of what the smart port means. It's about optimizing the flows of goods and information. It's about sustainable development. And a third element, it's about having activities which are safe, resilient, and secure. And I think, and that's supported by the port community and enabling technologies, I think it's maybe not the most easy definition, but at least it's a very clear one. I think some other concrete results we have been seeing is about the Innovation Challenge platform, where partners, companies, ports can position innovation challenges to technology companies. I think I have seen a few nice examples of that. And recently I also discovered the tool where startups can get advice based on a questionnaire and the growth accelerator tool. So I think these three, four elements are really concrete and useful results of the Speed project, which for sure will also have a longer life after the project itself. The Port of Antwerp is an observing partner of the Speed project. For us, it was, I think, three reasons and three outcomes we see out of that. First of all, it was interesting to have discussion with a larger audience of people from different disciplines, from customs, from other ports, from technology companies, from universities, on what does it mean, a smart port and building an ecosystem around that. I think the definition and the concept of smart port, more than ever, we take that to other partners and to our port community to explain that it's important to make that transition. And I think a third element is about the ecosystem. Every day we're working hard to build that ecosystem. It was also good to see it and to have the learnings out of the Speed project, what are the best practices on building that and building that network was really useful. That is the end of this journey. We hope that these stories will also encourage you to start or to continue working across borders in the Two Seas region and to inspire policymakers with new insights. Since its launch in 2014, the Interreg Two Seas program has been co-funding 82 projects. I could imagine that apart from the projects we have just met on our previous trip, more projects have demonstrated a clear link with policy development. Maybe some of the Two Seas member states representatives can present us with more examples. Nou, een belangrijke reden voor ons om aan het Twee Zeeën-programma mee te doen is dat we innovatie kunnen stimuleren door de grensoverschrijdende samenwerking. Met innovatie vinden wij heel belangrijk, want het draagt bij aan een duurzame, slimme groei van onze economie en ons welzijn. Innovatie draagt ook bij aan het vinden van maatschappelijke oplossingen voor zaken als gezond ouder worden, het krijgen van gezond voedsel op een duurzame wijze geproduceerd en ook op duurzame energie. En ook droge voeten te houden. Recent is nog gebleken hoe belangrijk dat eigenlijk is voor ons om droge voeten te houden. En daar kun je met innovatie aan bijdragen. We zijn er heel erg van overtuigd dat grensoverschrijdende samenwerking innovatie kan stimuleren. En ook kan bijdragen aan bouwstenen voor onze toekomstige samenleving. Verder is grensoverschrijdende samenwerking heel boeiend. Omdat nieuwe inzichten kunnen ontstaan die behulpzaam zijn bij onze toekomstige maatschappij. Doordat landen uit verschillende partijen samenwerken om te komen tot nieuwe inzichten. Door het bundelen van expertise, kennis en andere culturen samenzetten kun je tot hele mooie oplossingen inzichten komen. Een mooi voorbeeld van dergelijke projecten zijn Sumaris, ProWater en Speed.
Een vierde project wat ik wil noemen is 3D Met. Hier werken het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland samen. Een aantal topuniversiteiten en innovatieve bedrijven kijken hoe ze daar een impuls kunnen geven aan het medische toepassingen geproduceerd middels 3D-printen. Zij proberen daar nieuwe toepassingen te vinden door de kennis goed te delen en tot een platform te komen waarbij ook de informatie beschikbaar is voor iedereen. En op die wijze kunnen zij bijdragen aan een gezond ouder worden van ons allemaal. Je suis ravie de prendre la parole en qualité d'autorité nationale pour la délégation française après la présentation par le FromNord, le chef de file français du projet Sumaris, qui est finalisé. C'est une parfaite illustration et le succès de la coopération territoriale européenne. Et on voit bien avec ce projet, d'une contrainte est née l'opportunité d'une coopération transfrontalière. Aujourd'hui, de nombreux défis nous attendent, des défis communs, comme l'adaptation au changement climatique ou accroître la production et la consommation d'énergie renouvelable, ou encore préserver les ressources. Et la coopération transfrontalière est une des réponses. La coopération transfrontalière, c'est la capacité à résoudre ensemble des défis communs qui dépassent les frontières administratives et terrestres. C'est aussi apporter des changements politiques progressifs en accord avec des orientations politiques régionales, nationales, européennes et internationales. Si on regarde les effets du changement climatique, on sait que la pénurie en eau s'accentue. Et l'eau, par essence, est une ressource transfrontalière. C'est pourquoi il devient vraiment essentiel et nécessaire de réutiliser les eaux usées. Et s'il existe un cadre légal, c'est aussi aux décideurs locaux d'agir. On sait que la technologie est disponible, mais on constate souvent que les décideurs hésitent à mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire, en raison d'un manque de preuves pratiques, ou d'apports, ou autres. Le projet Nereus, en français, nouvelles énergies et ressources renouvelables issues de l'assainissement urbain, est une réponse. Le projet est basé sur le principe de l'économie circulaire. Le plan d'action au niveau européen date de 2015. Et ce projet entend favoriser le développement des technologies innovantes pour la récupération de l'eau, de l'énergie et des ressources dans les eaux usées en milieu urbain. Et l'objectif principal du projet Nereus, c'est transformer le déchet d'assainissement en ressources, mais aussi fournir des preuves et convaincre les décideurs privés et publics. Au niveau local, le partenaire français, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, CAPSO, participe à ce projet en tant que décideur. Intercommunalité, qui couvre 53 communes, 105 000 habitants, avec le projet Nereus, la CAPSO contribuera à améliorer la réutilisation de la ressource d'assainissement. Interreg gaat in grote mate over de concrete resultaten en oplossingen die je voor burgers en ondernemingen wil realiseren. Door samen te werken over grenzen heen, wil Interreg die nog meer impact geven. Maar in belangrijke mate gaat Interreg ook over hoe je beleid maakt en uitvoert om regio's en lokale gemeenschappen verder te ontwikkelen. Interreg-programma's verbinden lokale en regionale beleidsinitiatieven met Europese lange termijn agenda's. Op die manier worden lokale, regionale en EU-middelen geconcentreerd op de meest dringende uitdagingen en noden die wij als EU-leden en naaste buren met elkaar delen. Denk daarbij aan gezamenlijke opportuniteiten en noden op het vlak van economische ontwikkeling, milieu, klimaat en ga zo maar door. EU-lange termijn agenda's ogen vaak heel abstract. Ze lezen als een lange inventaris van prioriteiten waaruit het moeilijk kiezen is. Dat komt in grote mate omdat ze heel de Unie aanbelangen. Door te werken met actoren in één gebied per programma, kunnen we met Interreg die abstracte agenda's vertalen en concreet invullen met wat voor burgers en ondernemingen in dat deel van de Unie het meest dringende en noodzakelijke is. Naast een belangrijke plaats voor lange termijn denken, hecht Interreg ook veel aandacht aan het steunen van activiteiten of oplossingen van hoge kwaliteit. Interreg kiest voor projecten met een vernieuwende aanpak. Voor projecten of activiteiten die een duidelijk meetbare impact hebben op het dagelijk leven van mensen en ondernemingen. Of ook niet te vergeten, projecten die goede kansen bieden om op termijn zelfvoorzienend te worden en dus ook los van subsidies te kunnen functioneren. Uit onze evaluaties van afgelopen Interreg-periodes blijkt alvast dat regio's, lokale besturen of ondernemingen die deelnemen aan Interreg achteraf stevige stappen zetten om zelf ook dat lange termijn perspectief en hoge kwaliteitsstandaarden in hun eigen plannen en dagelijks beleid te integreren. Thank you.
Thank you very much, Hans, Marie and David. I believe the link between 2C's cooperation and policy development is now clearer than ever. Looking back at our first journey, we have discovered how cooperation projects have been leading to improved knowledge and products. Our next travel will introduce us to three great examples of improved services. We will start in Kortrijk, where the Cascade project aims to improve the quality of life for people living with dementia. We will then continue to Mechelen and see how flexible childcare changes the lives of vulnerable families. And the third and last story will come from Canterbury, where the EduCut project improves electric wheelchairs together with end users, health professionals, researchers, and companies. All over the 2Cs region, people have benefited from improved services generated through cross-border cooperation. Let's start our virtual voyage and have a look at some remarkable examples of improved services. Bon voyage! Mijn naam is Emmy Lemazure en ik ben betrokken in het Cascade-project binnen het Hele Hart in Kortrijk. Cascade is een Europees project waar verschillende partners uit verschillende landen de handen in elkaar slaan om een innovatief model te ontwikkelen voor zorg voor personen met dementie. Cascade staat voor Community Areas of Sustainable Care and Dementia Excellence in Europe. Voor het Hele Hart in Kortrijk zien wij toch wel heel leuke evoluties omwille van het Cascade-project. Zo verleggen wij momenteel de focus van zorg naar wonen en leven. Bewoners komen op de eerste plaats bij ons leven en wonen. En het zorgaspect nemen we eigenlijk mee in de werking. We integreren dat. We bieden ook zinvolle dagbesteding aan waar bewoner dat wenst. Daarnaast vinden wij ook binnen Cascade en in het Hele Hart dialoog heel belangrijk. Dus de bewoner en de familie staan sowieso centraal in de werking en worden continu bevraagd en gaan we mee in dialoog. Nieuw in de regio is ons aanbod van logies, vakantieverblijven voor personen met dementie en hun mantelzorger. Waar wij eigenlijk ingebed in onze assistentiewoning Budalis zeer mooie etablissementen hebben ingericht als vakantieverblijf. En waar we merken dat bewoners met dementie daar echt wel enthousiast voor zijn. Men komt eigenlijk op vakantie in een setting die veilig is, een veilige context. Anderzijds ook met de nodige omkadering. Medewerkers staan ter beschikking, zijn er om de zorg en ondersteuning tijdelijk over te nemen als de mantelzorger even ertussenuit wil bijvoorbeeld. En dat is een concept die toch echt wel een lacune in het landschap vult. Cascade zorgt eigenlijk ervoor dat het welbevinden van personen met dementie bevorderd wordt. Elke persoon met dementie heeft het recht op een kwaliteit van leven. We zetten de mensen in een kracht zodanig dat iedereen het leven ten volle kan leven zoals hij dat zelf wil en binnen zijn mogelijkheden die er nog zijn. As you can see, the 2C's area takes good care of its elder citizens. But what about the younger ones? Our guide for the next visit is Gabriella De Francesco, older woman at the city of Mechelen and initiator of the PACE project. Ik ben Gabriella De Francesco. Ik ben schepen voor sociale zaken en welzijn en kinderopvang voor de stad Mechelen. In januari 2017 werd ik ook projectleider van het PACE-project, geleid of leading partner door de stad Mechelen met heel veel Europese partners. De doelstelling van het PACE-project was om flexibele kinderopvang te realiseren voor kwetsbare gezinnen die op zoek zijn naar opleiding en of werk. Wat hebben we hier in Mechelen gedaan? We hebben effectief een opvang gerealiseerd. Een gebouw omgetoverd om in langs de ene kant een flexibele kinderopvang op maat van ouders die in het PACE-project stapten te realiseren. En langs de andere kant een ruimte, een gezinsopvang, waar de ouders begeleid werden naar opvang of naar opleiding of naar werk. Het werd een echte proeftuin, een experiment, waar we eigenlijk van scratch begonnen om dit project goed te realiseren. We gaven het de naam 38 Volt. Geen typische kinderopvangnaam, want het ging natuurlijk niet enkel en alleen over kinderopvang. We kregen een heleboel
kwetsbare gezinnen in onze opvang, waar we echt op maat werkten en kijken wat hebben jullie nodig aan kinderopvang. Sommige kinderen die aan de ene kant van de ruimte zaten, kwamen soms 2 dagen per week, soms enkele uren. Terwijl ouders langs de andere kant van het gebouw eigenlijk opleidingen konden volgen of gingen kijken hoe dat een cv opgepimpt kon worden. Daardoor is het denk ik een win-win voor iedereen. Zowel voor de ouders als voor de kinderen die in 38 volt groot werden. Het uiteindelijke doel is nog altijd wel dat kinderen op een gegeven moment naar de reguliere opvang gaan. Op het moment dat de situatie of de opleiding gerealiseerd is en ouders hebben werk gevonden, is het de bedoeling dat kinderen naar een reguliere opvang doorschuiven. De impact is dus groot. Uit onderzoek blijkt ook dat ouders die stapten in het 38-volt-project stapten, vaak geen hoop hadden of eigenlijk ook zelfs niet dachten dat ze eigenlijk konden deelnemen aan de maatschappij of dat ze konden gaan werken of een opleiding volgen. Dus op dat gebied hebben we misschien voor buitenstaanders het kleine verschil gemaakt, maar voor gezinnen echt wel het grote verschil gemaakt. Well done to the PACE partners. Improved services for both parents and children. Another great example is EduCat, which has developed assistive technology services. Get ready to travel to Kent, where we will meet Dr. Matthew Pepper. Hi, my name is Matthew Pepper. I work for East Kent Hospitals in Kent, England, along with other UK partners. Basically, it's a project in which we want to involve all stakeholders in the development of assistive technology. Assistive technology being technology which has been developed to help those with disabilities or loss of function to live a more fulfilled life, have a higher quality of life, have greater independence. Technology can make life worse. So one of the key aspects of EduCat is to try and make sure what we develop actually does improve the quality of life for users. But also we're very much aware of the need to improve the quality of life of those who care for the users, their carers and their family and their friends, because they also can be very highly stressed by technology which doesn't work as well as it should do. And the example of co-production, which we're going to look at, which I've been involved in with my partners in Kent and Sussex, is the development of a powered wheelchair, which is meant to help users have a higher quality of life. And in terms of co-production and testing, this involved power chair users, their carers, manufacturers, academics, healthcare professionals. And one of the great things about this project was all our power chair users were very enthusiastic to be involved. We very much hoped that the obstacle alerting system and the collision avoidance system will improve the confidence and safety of users as they go out and about driving. And this, in the long term, we hope will enhance their ability to maintain independent mobility. We all want to be independent in as much as is practical in our lives, and to have an independent means of driving around for our users is incredibly important. So we hope that this technology will help maintain their independent mobility, their confidence in driving, and their quality of life. That is the end of this journey. We hope that these stories will also encourage you to start or to continue working across borders to improve the quality of life for 2C's citizens. Earlier, you have met representatives from the French, Dutch and Flemish government. Now it is time to hear from Gabe Trott from the UK. He will share with us a brief reflection on the link between 2C's cooperation and improved services. It's great to see what's being delivered by projects in the region to help improve services. Projects like Cascade, PACE and EduCat have been successful in identifying and understanding the needs of different target groups. Those projects have then innovated to help improve services that respond to those needs. The investment that has been put into Harmonia Village and Harmony House as part of the Cascade project is already making a difference to the lives of people living with dementia, as well as to their families,
and carers. It's based on a small-scale care model that's been co-designed by dementia experts from across the region who've been able to share knowledge of what works based on their experiences in different places and within different healthcare systems. And they're ensuring that patients don't become isolated from their local community. An important feature of this care model is its international transferability. So it was designed in such a way that it can be used in other countries and places. Also, because of the challenges on frontline medical services during the COVID-19 pandemic, as well as the challenges in reaching patients, Cascade partners have had to adapt significantly to keep delivering the project, alongside keeping people in the area safe and healthy. Cascade is a good example of a project where organisations coming together from different areas can deliver positive outcomes to service users and can show other people and organisations the benefits you get when you work together. Thank you, Gabe. I think your words stress once more that EU cooperation, and more specifically two-seas cooperation, changes the lives of many. The impact on the quality of life for many two-seas citizens is hard to ignore. So, dear travelers, I hope you still have some energy left for our final journey, which will concentrate on some remarkable cooperation efforts aiming to improve the climate resilience of the two-seas region. Climate change awareness has been rising heavily over the past decades. This has not only forced governments to develop new policies, but it has also inspired organizations in the Two Seas region to invest in climate change adaptation measures. Get ready for the projects Water Resilient Cities in Wimereux, Triple C in Somerset, and Fresh Four Seas in Felixstowe. All over the Two Seas region, people are working together across borders to improve the climate resilience of the region. Let's start our last virtual voyage and have a look at some remarkable examples. Bon voyage! Bonjour, je suis Jean-Luc Dubael, maire de Wimereux depuis juillet 2020. Je n'ai pas directement participé au projet WRC, mais étant très intéressé à tout ce qui touche au développement durable, je l'ai suivi avec une grande attention. Pour Wimereux, le projet WRC, c'est avant tout une très belle aventure, une très belle réussite. Un bassin de rétention de 1000 m3 au cœur de la partie urbaine de notre cité, un traitement des eaux de pluie sur le site par infiltration, un parking de 75 places avec des pavés drainants à base de déchets de coquilles Saint-Jacques, le caractère innovant du produit ensuite, les déchets coquillés, une première mondiale, création d'une économie circulaire, du circuit court qui a généré des emplois locaux. Mais WRC, c'est aussi la fierté de contribuer à la prise de conscience mondiale liée aux conséquences du réchauffement climatique. Loin de subir, nous l'anticipons et nous sommes dans l'action. En ce qui concerne les Wimereusiens et la population locale, les trois objectifs fixés ont été atteints. Plus aucun riverain n'est inondé. Un traitement des eaux de pluie ont diminué de plusieurs milliers de mètres cubes qui étaient inutilement envoyés dans les stations d'épuration. Et ce qui est quand même merveilleux pour nous, la station balnéaire, c'est qu'on garde une excellente qualité d'eau de baignade pour nos plages. Donc ça, c'était hyper important. Pour conclure, nous pouvons être satisfaits de la coopération et de l'accompagnement de financiers du réseau WRC. Et nous avons un autre projet qu'on pourrait travailler ensemble, c'est notre fleuve côtier qui est sur le côté de Wimereux, sur le côté de notre mairie. S'appelle le Wimereux. From Wimereux, off we go to Somerset, where we will discover how farmers and landowners are joining forces to reduce flood risks. The farmers are supported by experts from the Triple C project, which is about the links between catchments, communities, and climate change.
My name is Joanna Uglow and I work for the Farming and Wildlife Advisory Group in Somerset. The CCC project is about the links between catchments, communities and climate change. Project partners have been working together in their target areas to reduce the impact of flooding and soil erosion on local communities. And we've been working with the farming community because that's where the solutions lie. In the winter of 2013-14, Somerset experienced prolonged flooding and many people were flooded out of their homes. This has been the driver for projects such as CCC, and lots of our work has been targeted at highways hotspots where flooding and soil on the roads has been causing issues to both transport links and housing. In Somerset, the project has delivered a range of measures to keep soil in the fields and water on the floodplains in wet woodlands and storage areas that we've created. We've calculated that our interventions have provided over 400,000 cubic metres of additional storage for water. In one of our target catchments, where we constructed over 50 flood and erosion measures, computer modelling suggests that for a 1-in-5-year flood event, the peak on the hydrograph has reduced by as much as 25% to a village downstream. We hope to have given communities the confidence that their homes are less likely to flood in the future. This also has public benefits, such as reducing the need for dredging in the future and reducing costs of cleanups on roads where soil ends up on the highways. Our work with key people such as farmers and volunteer flood wardens has given communities the knowledge, contacts and resources to make a difference in their area. We also managed to secure funding from other sources to carry on with these works beyond the CCC project. Somerset is not the only county where farmers are working together to strengthen the climate resilience of their area. The Fresh for Seas project has also made it possible for farmers in Suffolk to come together to develop joint actions. Hello, my name is John Patrick from Felixstowe Hydrocycle. We've joined the Fresh Seas project with three main aims. To provide some resilience to change for the farmers involved, to explore new sustainable ways of capturing our scarce water resource, and provide a roadmap to others who will be able to follow some of our learnings. What has it delivered for our farmers? Two things: a pipeline that recirculates water that was being drainage water that's been pumped into the North Sea, and it now is able to fill their reservoirs. And we are about to do an innovative project where we return water to the ground. We've learned from our Dutch and Belgian partners who are experiencing this to help recharge the natural aquifers and to use those as a storage vessel. The six farming businesses involved, and I think their uncertainty of water supply has caused them concerns about investing in their businesses. That confidence will come with this project. That will give more secure employment, 160 employees, and also gives benefits to the local community. The changes that we are facing are really driven by climate change, where we're getting less rain, but when we get it, it comes more in bigger lumps. But also the change of policy where our government is recognising the needs to see the environment as a customer. And so we've got to be more careful how we take our water. And that is the end of this journey. We hope that these stories will also encourage you to start or to continue working across borders to improve the climate resilience of the Two Seas area. So, as we can understand from these examples, the Two Seas region needs to be protected from unfortunate events linked to climate change. Cross-border cooperation is an important catalyst for climate change response. That is also the strong belief of Bart Vonk. Bart is senior advisor at the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management and is involved in the Polder Two Seas project. Yeah.
grensoverschrijdende samenwerking is van groot belang voor Nederland. We zijn uiteindelijk het delta van Europa. De grote rivier, de Rijn en de Maas eindigen in Nederland. Dus we moeten met elkaar dat watersysteem managen. Dit is van belang voor Nederland om ons te beschermen tegen het water en ons land bewoonbaar te houden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft veel ervaring met watermanagement, het beschermen tegen hoogwater. De eeuwenlange strijd tegen het hoogwater heeft ons veel geleerd. Bijvoorbeeld over de kustverdediging, over de stormvloedkeringen of de aanleg van waterkeringen, maar ook het ruimte geven aan water, het Room for the River project. En op dit moment zijn we ook heel nadrukkelijk bezig met Building with Nature. Maar we willen natuurlijk ook kennis en ervaring halen en brengen bij onze partners. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan kennis halen over het handelen tijdens een hoog water. Nederland wordt niet voor niks de best beschermde delta genoemd, maar dat betekent ook dat wij niet zoveel ervaring hebben van hoe te handelen tijdens een hoog water. Dat is zo'n onderwerp waarvan we graag willen leren van de partners. Maar ook over risicogestuurd beheer en onderhoud. De vervangingsopgave die op ons afkomt. Allemaal onderwerpen waar we graag kennis delen. Interreg Twee Zeeën biedt voor ons dat platform om die kennis te halen en te brengen. Bijvoorbeeld het project Polders to Seas, wat ook wel Living Lab Hedwige Prospolder wordt genoemd. Daar kunnen we enorm veel samen delen. Het is een project met België, Frankrijk, Engeland en Nederland. En daarin bijvoorbeeld trekt de Rijkswaterstaat werkpakket 2, Emergency Response. Wat doen we binnen dat werkpakket? Nou, we gaan daar leren hoe je tijdens een hoogwater het beste je inspecties van je waterkering kan uitvoeren. We leren daar van elkaar hoe je tijdens een schade die aangetroffen is, kan bepalen wat voor een risico het oplevert en welke maatregelen je het beste kan treffen om dat risico te managen. Dus ga je de dijk ophoog, ga je hem verzwaren, versterken, wat kan tijdens een hoogwater? Maar ook, als het nodig is, hoe maak je een bres in een dijk of hoe sluit je een bres in een dijk? Hele interessante materie, waarvan we van elkaar heel veel kunnen leren. Mijn eigen einddoel zou zijn dat we werken naar een handboek, een internationaal handboek on emergency response. Een handboek waarin we met elkaar hebben beschreven wat de beste methode is te handelen tijdens een hoogwater. Zo'n hoogwater die we bijvoorbeeld afgelopen maand hebben gehad op de Maas in België, Duitsland en Nederland. Many thanks, Bart, for sharing not only this message today, but also for having shared together with your colleagues in the Netherlands tons of expertise throughout the years. That is what makes cross-border cooperation stand out. 6 different journeys, 18 different stories. As explained at the very beginning of this voyage, we would love to hear from you. What did you think of these journeys? Would you like to know more about a specific story? Maybe you would like to connect with one of the projects presented today. I would once again want to invite you to fill out the survey and send it back to the Joint Secretariat so they can better understand your needs and improve their services. To wrap up the voyage and to close this annual event, I'm very pleased to introduce you to Anne Wetzel from the region Hauts-de-France, managing authority for the Two Seas program. Dear members of the Two Seas community, dear fellow travelers, today you have been on board of a virtual boat traveling through the Two Seas territory. I hope that the great stories of cooperation which have been told during the different journeys have inspired you a lot. Maybe they have fueled your ambition to start working with partners across borders, or maybe they have boosted your motivation to continue the work you have started with your Two Seas partners. Anyhow, I am confident that by demonstrating a clear added value for the people living and working in our territory, these cooperation stories have once more stressed the importance of working together
to find joint solutions to common challenges. A big thanks to everyone that has contributed to this event. First of all, to all the project partners. It is really amazing to see that this program is able to bring together organizations from every single corner of the Two Seas area. As was clear from this virtual voyage, all territories benefit from your efforts. Thanks as well to the European Commission for offering the framework for cooperation and to the members of the governance of the Two Seas program for the very constructive and fruitful collaboration. Finally, thank you to the wonderful GS team for preparing today's voyage and to Wim de Wilder for taking on the role of captain for this opportunity. If you want to continue the Two Seas virtual voyage, let me invite you to discover more projects and achievements on the Two Seas website, interreg2seas.eu. You will find there 82 project pages, as well as a library counting numerous project outputs. These will enable you to better grasp what the Two Seas projects are delivering to the territories. In addition, I would like to express my sincere hope that for next year we will be able to organize a real Two Seas voyage, where we can celebrate the achievements of Two Seas cooperation in each other's company. As most of you know, the Two Seas program will stop at the end of this programming period. However, this should not mean the end of cooperation for our territories. The precious Two Seas dynamic, which is the result of 13 years of cross-border cooperation within our area, should remain and could drive the development of new projects supported by other means. It only remains for me to wish you the best of luck on your cooperation adventures, as we say in French, bon vent.